Anders als anders en later in het jaar dan normaal, maar ze mochten sinds vandaag weer. Het Fries Straatfestival. Met de acrobatiekvoorstelling Pit in de Prinsentuin ging vanavond de 40ste editie los. Pit is toevallig ook de favoriet van artistiek leider Leonie Dijkema. Waar ik heel blij mee ben is wat hierachter staat. Dat is de voorstelling Pit van Tent Circus Producties. Die heb ik gezien in België. En die is zo te gek dat ik had zoiets, die moet naar Leeuwarden komen. En dat is gelukt. En daar ben ik heel blij mee. Het is een hele toffe voorstelling. Ze doen van alles. Ze spelen in een pit. Dus de locatie, dat ding is van zichzelf al bijzonder. Maar hun spel is zo strak. Maar er zit ook humor in. Het heeft gewoon alle lagen. Doet het iets. En dat vind ik, ja, het is prachtig. 12 verschillende locaties in de Leeuwarden binnenstad zijn tot en met zondag diverse optredens te zien. In aangepaste vorm, omdat de meeste voorstellingen dit jaar op afgesloten locaties plaatsvinden. Ook moeten bezoekers hun gratis entreekaartjes van tevoren reserveren. Maar dit weekend erbij zijn kan nog, want het festival is nog niet helemaal uitverkocht. Het gaat hard, maar er zijn nog uit mijn hoofd iets van 400 kaarten. Dus er is zeker nog plek. En we hebben ook de regel van, als je denkt van nou deze wil ik heel graag zien. Er zijn altijd wel mensen die niet opkomen dagen. En onze vrijwilligers die kijken dan of er een plekje vrij is en dan kun je er altijd nog in. Maar er zijn ook nog kaarten voor een paar voorstellingen te krijgen. Ja, dat is allemaal duidelijk te zien op onze website. Restricties of niet, dat er eindelijk weer een Fries Straatfestival is, doet de organisatie goed. We zijn zo blij dat we weer gestart zijn gewoon. En ja, je ziet het, mensen hebben er zin in en wij zijn blij.